Het Asserbos is oorspronkelijk een van de wouden waarmee grote delen van Drenthe bedekt waren. In 1260 werd ten oosten van de Weijersloop het klooster Mariekamp gebouwd, op de plaats waar nu het Drenthe Museum is gevestigd. Dat klooster verwierf in de loop der eeuwen steeds meer bezittingen, zo ook de Marken van Witte en daarmee ook het Asserbos. Dit vrouwenklooster lag midden in het moeras en was daardoor zeer vochtig. De vrouwen vroegen om een klooster te bouwen op een drogere locatie en kregen van de bisschop toestemming om ergens op een eenzaam oord een nieuw klooster te bouwen, en dat werd Marienkamp. Rond 1760 begon men in te zien dat er toch wat gedaan moest worden aan het bos, en besloot men akkers en heidevelden ten westen van de bosbeek weer te bebossen. Het was Walter Hendrik Hofstede die met dit voor die tijd omvangrijke project startte. Hofsteden ontwierp een wandelgebied in de vorm van een sterrenbos, waarbij lange rechte paden elkaar in een stervorm kruisen. Het bos kent twee sterren die op een platte grond goed te herkennen zijn. Hofsteden maakte in het Asserbos twee zichtlijnen: de Hoofdlaan, die gericht is op de Toren van de Abdijkerk, en de Roldertorenlaan, die in de richting van de Toren van Rolde wijst. Ook werden er cirkelvormige paden toegevoegd, en zo kreeg het Asserbos een parkachtige structuur. De vijvers in het bos zijn niet direct bij de aanleg gegraven. In 1836 werd de oude vijver gegraven bij de Bijlerstraat. De nieuwe vijver werd in 1895 in het kader van een werkverschaffingsproject aangelegd, en die werd in 1950 vergroot, waarbij een eiland ontstond. De uitgegraven grond werd gebruikt voor het openluchttheater Tivoli, dat in 1982 weer afgebroken is. In 2006 is het opnieuw opgebouwd en wordt sindsdien weer als openluchttheater gebruikt. Verder is er in het bos een kinderboerderij en een hertenkamp. Bij de nieuwe vijver werd in 1939 het Hofstedenmonument opgericht. De Noorderbegraafplaats, 1822. Is een algemene begraafplaats in de Nederlandse stad Assen. Assen ontstond als plaats rond een klooster. De kloosterlingen werden ten noorden van de kloosterkerk aan de Brink begraven. Vanaf de 17e eeuw werden hier ook burgers begraven. Toen dit kerkhof vol raakte, werd een nieuwe begraafplaats ingericht in een deel van het Asserbos. Vanaf 1823 wordt er op de noorderbegraafplaats begraven. De begraafplaats heeft een sobere opzet, geïnspireerd op het kerkhof van Aurich. Het 2 hectare groot rechthoekige terrein is omgracht en voorzien van een toegangshek. Aan het eind van de middelaan staat een baarhuisje. De begraafplaats was al snel te klein. In 1892 werd in een ander deel van het bos de Zuiderbegraafplaats aangelegd. In 1944 werd de Noorderbegraafplaats gedeeltelijk gerestaureerd. Er worden tegenwoordig geen nieuwe graven uitgegeven. Tot 1955 kon men een huurgraf krijgen, begraven kan nu alleen nog in de eigen graven. De begraafplaats werd intussen 1887 en 1892 aangelegd in de Engelse landschapstijl, naar een ontwerp van tuinarchitect Jan Vroom senior. Op de begraafplaats aan de Bijlerstraat staat een baarhuisje uit 1891. De begraafplaats werd in 1925 en 1941 uitgebreid. Op de begraafplaats kan tegenwoordig alleen nog worden bijgezet. In het noordwestelijke gedeelte bevinden zich graven van zeven Britse vliegeniers die tijdens de Tweede Wereldoorlog op 20 oktober 1943 met hun Lancaster even buiten Assen zijn neergestort. Op de begraafplaats staat ook een monument 1. Met in een halve cirkel daarachter de graven van tien mensen die omkwamen in het verzet.